Hey, hallo luidjes, daar zijn wij weer. Ja, hartelijk welkom bij deze nieuwe vlog. Ja, Travelers, Erwin en Greetje. Vlog 93 alweer. Ja, wat kunnen we allemaal zien in deze film? Nou, Niet eigenlijk het zoveel. enige is een weekendje weg Ja, met onze vrienden. wij gaan al jaren met onze vrienden. Met ons zessen. Ja, gaan we altijd even een weekendje weg. Elk En jaar een keer. ja, nu we met de camper altijd op pad zijn, houden we daar toch in stand. Dus. In april, weekendje weg. En deze keer zijn we naar Bad Bentheim geweest. Erg leuk, kasteel bezocht en pop- en rockmuseum. Nou, het was een heel leuk weekend, Ja, gezellig, zoals altijd. de organisatie heeft het weer goed geregeld. Want iedere keer moet iemand anders het organiseren. En nu was het Richard Hulst. Nou, top geregeld. Heel top geregeld. En nou, verder hebben we eigenlijk geen nieuws. Het Nou. regent nu pijpenstelen, vandaar dat we even binnen zitten. Ja, een beetje in en om de boerderij. Ja. En ik kan al wel een tipje van de sluier oplichten. Wij zijn al druk aan het voorbereiden voor onze reis naar Scandinavië. Dus wij gaan waarschijnlijk in juni, of nee, waarschijnlijk. Ik We kan gaan haast niet. 11 juni vertrekken naar Ja, Scandinavië. dus, en dan wordt het ook weer leuker. En we zijn de route al een beetje aan het bepalen. Dus de voorpret is begonnen. Begonnen, ja. We Nou. gaan eerst nog naar het Bluesfestival. Maar goed, dat zien jullie allemaal in die andere vlogs. Ja, dat komt nog. Die allemaal nog komen. Maar ik zou ze zeggen. Veel plezier met kijken. Ga maar lekker kijken. Doei. Nou, kijk het nou weer eens. Nou, en kijk eens hoe mooi die grasmat er weer bij ligt. Inmiddels is het 5 uur. Hallo. En er wordt nog steeds gewerkt. Hier blijven, hè? Wij staan klaar voor een weekendje weg met Richard en Alize en Richard en Monique. Het is onze jaarlijkse uitje met elkaar. We worden zo opgehaald en dan gaan we naar Bad Bentheim. En we laten jullie er alles even van zien weer natuurlijk. Het is een mooie zonnige dag met wat bewolking. Maar het is nog fris, 13 graden. Maar de voorspelling is goed. Nou, we zijn er klaar voor. We zijn onderweg. Richard en Alize hebben ons opgehaald. Ja, dat is heel Hallo. leuk. En we zijn nu in Duitsland. Ja, ik kom nu op de camera. Hallo. Hallo, lieverd. Ik heb hier een leesbril en een gewone bril. Ja, heel fijn. Nou, wij laten ons lekker rijden. Terwijl Ah, de je auto buiten buiten op staat te laden. even. Gaan wij even een kopje koffie drinken met een lekker koekje erbij. En Alice heeft een broodje. Een broodje. Hartstikke lekker. En de zon schijnt. Huisje bestaat helemaal niet. Wij staan eventjes te wachten op de parkeerplaats. De mannen zijn even aan het inchecken. Nou, eindelijk, maar toch zijn wij bij het huisje aangekomen.
Gelukkig hadden ze nog een huisje vrij, want ze hadden helemaal niet geboekt. Er was iets misgegaan met de boeking. Hallo. Hallo. Nou, wel geluk, hè? Het was helemaal misgegaan met de boeking. Gelukkig. Nou, we zijn in het huis aangekomen, nummer 310. Genoeg zitplaatsen. Genoeg eetkamerstoelen. Genoeg slaapkamers. Grote keuken. Zo, nou, we hopen geen ruzie te maken. Zelfs een wasmachine en een droger. Er is hier en daar. Kijk je. Ik zal het nog even verder laten zien. Hier is een slaapkamer. Met een douche erbij. Wij slapen dan boven. Hier is ook nog een wc. Hier gaan wij slapen. Dat is hier is een bad. En hier is een sauna, toch? Ja, met de douche. Ja. Nou, Richard en Monique gaan hier. Kijk, er is een sauna. En een douche. En hier is een bad met een douche erin. En alle ruimte hier. En hier is ook nog een toilet. Wij slapen daar. Oké, nou, dat gaan wij. Dat moet ik doen, mountainbike. Lekker eruit. Kijk, we hebben lekker gekookt. Heerlijk. Richard en ik. Hey, Richard en Fleetje hebben heerlijk gekookt. Ja, een beetje overzakelijk. Nee. Wij hebben het samen gedaan. Basmati is alleen maar gesneden. Lekker wij. Nee, basmati, dit is gewoon Surinaamse rijst. Lekker. Eet smakelijk allemaal. Ik zie die net heel klaar zijn dat ze maar één jas mee mag. Ja. Oh jongens, wat lol. Nou, we gaan. Kijk, nou loop maar deze kant van het huis. Leuk, hè? Dat was helemaal onheil. Het is nog een prachtige avond. Daar komt Alice aan. Moza of zo. Dat is een. Nee, is het mimosa? Die rookt zo nog. Het is vast mimosa. Nou, dat kan je zo doen. Even vaatwastabletten gekopen. Hier in de winkel op het park. Die waren wij vergeten. Het is zaterdagochtend. Wij gaan lopen naar het kasteel. Ga je elkaar filmen? Ik film Erwin. En Erwin filmt mij. Doe ik. Ja, wat denk je? Wat ben hij? We zijn nu net de Roompot locatie af en we zijn nu al verdwaald. De organisatie weet niet waar het kasteel is. Ik wil niet bij de organisatie, hè? Ja. Kasteel Bentheim. Slootstraat. Ja, je hebt twee kastelen. Ja, die Lukt het nog, lieverd? Nee. Het is een steile weg. Harde wind. Nee. Een gedenk... Oh?
Dit is de Willem-Alexanderboom. Het is een hele leuke route naar het kasteel. Kijk eens. Wat leuk. Ja. Het lijkt wel zondag. De klokken luiden, maar het is zaterdag. Dit is het centrum van, een historisch centrum van Bad Bentheim. We gaan nu het kasteel bezoeken. Kijk, we zijn hier bij het oude Gerij. Thank you.
Erwin is alweer aan de praat. Heel gezellig. Mooi hè, met die. Het zal zo koud zijn. Waar we nu weer zijn. Je kan toch gewoon geen keuze maken. En hier gaan wij dus lekker even een kopje koffie drinken. Met een taartje erbij of een broodje of een bonbonnetje. Kom, moet ik even bij ook een appje gestuurd. Volg mijn trip. Ja, dat heb je wel vaak. Wij zijn weer klaar. We gaan uit eten. Komt u maar. Komt u maar. Kijk, Alice is ook klaar. Ja, helemaal goed. Je hebt ook precies gehoord zeker waar die vandaan komt. Ik denk het niet. Heel leuk. Het is een stukje. Nee joh, dat is een choker. We gaan naar het restaurant. Nou, we gaan nu eten in het kasteel. Zit het al vol? Ach, kijk eens wat mooi hond. Het is net noet. Dat is een Weimaraan. Een Weimaraan. Een schönes Hund. We zijn gesetteld in het restaurant. Dit is Ferdinando. Hij wil alles betalen. Burgcafé en bistro. Proost allemaal op onze vriendschap. Ziet er goed uit, hè? Ja. Hem ligt. Oh, dit is een servet. Oh, dat vind ik ook wel. We zitten wij heerlijk te smikkelen. Daar zaten we dus net. Het is heel slecht weer. Het is hier heel sfeervol. En we gaan nu weer terug naar ons huis. Goedemorgen, waar gaan we heen, schat? We gaan naar het Pop en Rock Museum. Ja, we zijn onderweg. En wij hebben... Allemaal door de organisatie is dat... Het is allemaal verrassing en leuk. Gisteren was het ook heel leuk. Hele leuke dag gehad. Ja, we zijn eerst naar het kasteel geweest. En lekker geluncht. En we hebben nog naar het museum geweest van het kasteel. En daarna, gisteravond, hebben we gegeten. Dus die
in het kasteel, of bij het kasteel. Ja, heerlijk gedineerd. Ja, dat is heel leuk. We zijn er. Het Rock en Pop Museum in Gronau. Hoor de klokken weer eens luiden. Oh, wat gaan ze weer tekeer. Waar is de stok? Oh, die ligt nog in. Die heb ik aan jou gegeven. Nou, we zijn heel benieuwd wat dit is. Lijkt ons leuk. Ja, want het is weer een komen. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En er is een tijd van gaan. Wij gaan weer vertrekken. Ja. En we gaan weer naar huis. 310, iedereen is weer 310. Klaar. Wie is er, ben jij? Boven, Richard je is boven. Ik ga de auto hem open doen. En het is weer voorbij, mensen. Het is voorbij. Tot volgend jaar, zullen we maar zeggen. Nou, dat was hem weer. Dat was hem weer voor deze week. Hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik zou zo zeggen, duimpje, abonneren. En tot volgende week. Doei! Doei.